Hallo iedereen, houdt hier iemand van jullie van vissen? U wel? U niet? Ah, ik zie het al. Meneer gaat graag vissen, om op zijn gemak te zijn. Zonder het gezag van de vrouw, niet de hele tijd te moeten horen. Ja meneer, sorry, dat moet je met uw vrouw bespreken, niet met mij. Een man gaat tussen. De hele morgen tuurt hij naar zijn dobber, maar vangt niets. Hij wil net naar huis als hij een andere man ziet aankomen. Deze man gooit zijn lijn in het water. Heeft onmiddellijk beet, haalt de vis binnen. En begint opnieuw. Binnen 10 minuten heeft hij een emmer vol met vis. Als hij weer weg wil gaan, vraagt de eerste visser: nu moet je mij eens vertellen hoe jij zoveel vis kan vangen in zo'n korte tijd. Ik zit hier al de hele morgen en heb niets gevangen. De tweede visser: als ik 's morgens ga vissen, kijk ik eerst hoe mijn vrouw slaapt. Ligt ze op haar linkerzij? Ligt ze op haar linkerzij? Dan gooi ik later de lijn links in het water. Ligt ze op haar rechterzij? Dan gooi ik de lijn rechts in het water. Werkt altijd. Meneer die graag vissen gaat, om op uw gemak te zijn en het gezag van mevrouw niet de hele tijd te moeten horen. Misschien kan u dit ook eens proberen, de volgende keer als u gaat vissen. En vervolgens loopt hij weg. Ho, 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 wacht eens even, zegt de eerste visser. Maar wat doe je dan als je vrouw op haar rug ligt? De tweede visser: je dacht toch niet dat ik dan nog ga vissen? Meneer die graag gaat vissen om op zijn gemak te zijn en het gezag van mevrouw niet de hele tijd te moeten horen. Wat zou u doen als mevrouw zo lag zoals de vrouw van de tweede visser? Dit was mijn act, dames en heren. Dank u voor het kijken. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u blijft kijken naar de nieuwe acties die online komen. Tot ziens!